Een aantal video's geleden had ik in FIFA Mobile 25.000 edelstenen opgemaakt aan Team of the Year packs. En toen heb ik zieke spelers gekregen, dat is echt niet normaal. Maar na die tijd ben ik wel gewoon door gaan spelen. En op dit moment kan ik 20 Team of the Year spelers gratis krijgen. Zonder edelstenen uit te geven, zonder FIFA punten uit te geven. Het wordt ziek nice. Oh, dit gaat zo nice worden. En ik ben zo benieuwd hoeveel goede Team of the Year spelers ik ga krijgen. Hopelijk krijgen we er een aantal van 105 of 106 of 107 bij. Zodat we mijn team weer wat beter kunnen maken. Op dit moment hebben Koulibaly en Kimmich in mijn team zitten. En deze icon heb ik ook gewoon gekregen in de vorige video. Die was ziek nice. 107 beoordeling. Ja, ondertussen is hij natuurlijk 110 in mijn team. Maar we gaan echt als een raket. En ik verwacht eigenlijk wel dat we in deze video één speler gaan krijgen waarmee we mijn team kunnen gaan verbeteren. De manier hoe ik Team of the Year spelers in deze video ga krijgen is de pass. Ik heb een redelijk ver geboost al en gespeeld, zorgen dat we redelijk ver kwamen. En hier kunnen we dus allemaal Team of the Year spelers vrij spelen. Dan hebben we ook nog andere manieren, want bij Team of the Year zelf hebben we prime icons. In totaal heb ik 167 van die punten. En dan kunnen we gewoon 110 rated icons krijgen. Die kans is wel heel klein. Maar deze kunnen we ook 4 keer kopen in totaal. En dan heb ik nog 530 van deze punten. Dus dan kan ik vervolgens hier bij Team of the Year ook nog heel veel deze kopen. Hier krijg je wel iets minder goede uit. Maar ja, dan krijgen we wel Team of the Year. Maar deze Team of the Year kan ik weer goed gebruiken voor deze. Want hier kan ik namelijk weer een ruil doen. Dan moet ik 4 Team of the Year inruilen. Maar dan krijg ik gegarandeerd een 100 plus rated Team of the Year er weer voor in de plaats. Dus dan krijgen we een veel betere Team of the Year ervoor terug. Dus dat gaan we dan vervolgens ook doen. Het wordt een lijpe video. Dat is één ding wat zeker is. En als jullie er trouwens zin in hebben, doe dan duimpje omhoog. 1000 likes heel mooi zijn. En vergeet niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf op de hoogte van al mijn video's. En mocht je ook zo'n mooie Bowser trui willen, check het natuurlijk op Bowser.nl. Maar laten we maar beginnen. En dan gaan we eerst even alle rewards bij langs bij de pass. Al weet je wat, dan ga ik gewoon meteen de Team of the Year. Die andere rewards, dat boeit me niet zoveel. Die kunnen we zo meteen allemaal in één keer claimen. Gewoon eerst de Team of the Year. We krijgen nu een 99 plus. En hij is ook precies 99. De kans dat je dan eentje krijgt van 102, 103 of 104, die is ook wel vrij klein. Maar volgende Team of the Year, het is weer geen walkout. Maar hij is wel 100 rated. Dus het is al iets beter dan 99. Ja, dat sowieso. Oh, we gaan er zoveel krijgen. Ik ben heel benieuwd of we dus eentje kunnen krijgen die ik ook daadwerkelijk in mijn team kan gebruiken. Ah, 99 weer. Ik weet trouwens niet eens of de kans aanwezig is dat je een 101, 102 of 103 gaat krijgen. Ik denk het wel. Ik denk alleen dat die kans wel heel klein is. We krijgen nu in ieder geval weer eentje van 100. Dus dat is mooi. Dan hebben we nu 2 van 99 gekregen en 2 van 100. Volgende 99 plus Team of the Year pack. Ook weer gratis. 101! Ja, kijk, dat lijkt er al meer op. 9 miljoen is die waard. Ja, dat zijn wel mooie aantallen natuurlijk qua waarde. Maar nu krijgen we gegarandeerd een 101 plus Team of the Year. Dus dit is sowieso een goeie. Hopelijk is het de walkout. Nee, dat is het niet. Hij is ook precies 101. Amrabat. Nou, ik vind het helemaal mooi. 101 reed het ook gewoon. Dus dan hebben we nu al wat Team of the Year's erbij. De rest zal ik even alles in één keer gaan verzamelen. En we krijgen nu nog een walkout. Maar dit is geen Team of the Year. Maar ik ben wel benieuwd wat we dan nu gaan krijgen. Chelsea centraal verdediger. Thiago Silva. Dan krijgen we hier een walkout animatie voor. Al die Team of the Year's niet. Maar voor Thiago Silva wel. Ja hoor. Mooi wat edelstenen erbij. Dus dat is ook mooi. Maar laten we nu maar naar Team of the Year gaan. Want we willen natuurlijk hier die rewards openen. En vooral die prime icons. Daar ben ik heel benieuwd naar. Want hier kunnen we echt hele goede uitkrijgen. Oh ja, trouwens is nog even wat anders. Al mijn spelers die ik op de markt had gezet qua Team of the Year's, ze verkopen voor geen meter. Echt gewoon totaal niet. Dus ik ben ze de hele tijd aan het verkopen. Maar niemand koopt ze. En ik doe ze af en toe qua prijs naar beneden. Maar er zijn zoveel Team of the Year's op de markt dat ik ze gewoon niet kwijtraak. Dus dat is wel jammer. Dus ik heb geen miljoenen verdiend. Ik heb trouwens wel een Rodri verkocht. Dat is 6 miljoen. En hier had ik nog eentje Dembele verkocht. Dus we hebben in ieder geval daar iets mee verdiend. Maar voor de rest, we verdienen niet zoveel coins met die Team of the Year's die we allemaal krijgen. Maar laten we nu maar naar het evenement gaan. En dan gaan we dus eventjes hier de punten opmaken. In totaal heb ik er 350, dus dat is wel echt veel. Dan kunnen we in totaal 8 van deze packs openen ook gewoon. Ja, in totaal kunnen we er 20 openen, dus dat is wel nice. 100 rated linksachter. Hier kan je trouwens wel zien hoe groot de kans is dat je wat krijgt volgens mij. Of niet?
Ik heb geen idee. Oh, jawel, jawel, jawel. Je hebt 50% kans op 98, 99 ratings is 30% kans en 100 ratings is 20% kans. Dus we begonnen eigenlijk meteen met de goeie. Maar weet je wat? We gaan ze allemaal even in één keer openen. Oh ja, ik kom net 10 punten tekort om dan nog eentje extra te openen. Maar let's go! Krijgen we dan meteen de beste te zien of beginnen we bij de slechtste? We krijgen in ieder geval 2 keer dezelfde achter elkaar. Dat is dan wel jammer. Maar die 98 rated spelers kan ik wel goed inruilen. Want die kan ik dus gebruiken om dan uiteindelijk weer een 101 rated te krijgen. En uiteindelijk hebben we van de 8 spelers die ik heb geopend 3 van 100 rated gekregen. Terwijl dat die kans met 20% was. Dus daar hebben we wel redelijk mazzel mee gehad. Ja, sowieso. En ook nog wel wat van 90. Maar ja, het is zeker niet verkeerd meegenomen. En misschien dat die spelers wel verkopen. Voor 5, 6, 7 miljoen. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Kunnen we zo meteen checken. Maar hier, daar spelersruil. Hier kunnen we dus heel makkelijk nu die betere spelers krijgen. Die betere team op die is. Maar eerst naar de Prime Icons. En dit wordt echt nice. Dit wordt echt heel nice. Want hier hebben we namelijk ook gewoon genoeg punten voor om 4 keer deze aanbieding te kopen. En je krijgt gegarandeerd een 101 plus rating. Dus dat is al hoog. Maar je kan dus ook gewoon vet veel andere goeie krijgen. 104, 105. Maar ja, hoe hoger natuurlijk, hoe moeilijker de kans is dat we hem krijgen. Maar je kan zelfs een 110 rated icon of team of the year speler krijgen. Ja, ik acht de kans super, maar dat ook super klein. Maar je weet het niet, hè. Dit heb ik gewoon gratis bij elkaar gespaard. En we beginnen met 101. Nou ja, Pellegrini. Dat is de laagste die ik kon krijgen. Dus dan ga ik ervan uit dat we nu een betere gaan krijgen. Come on! Een walkout! Een walkout, een walkout. Nee! Weer 101. Volgens mij moet het bij een team of the year een walkout vanaf 102 zijn. Dus als het een 102 rated is, dan krijgen we een walkout te zien. Maar we hebben nu 2 keer een 101 gekregen. En nu is het weer een 101. Amrabat, alweer. We hebben nu gewoon 3 keer Amrabat. Ik kom er gewoon niet uit. Nou, maakt niet uit. Ik kwam er net wel uit. Ja, laatste. Come on. En oh, we hebben het. Oh, nu een 102. Is weer geen walkout trouwens. Oké, okay, dat vind ik wel een beetje bizar om eerlijk te zijn. Maar wel nice dat we zoveel hebben gekregen. Trouwens, we hebben nu een missie voltooid. Oh, dan krijgen we nog wat tokens erbij. Dan kunnen we nog eentje openen. Oké, okay, dat is mooi. Dan gaan we dat natuurlijk weer eventjes doen. Want dan kunnen we natuurlijk nog meer openen en krijgen. Die iconpunten, die kan ik niet meer opmaken. We moeten hierheen. Ja, we kunnen er hier nog eentje van openen. Want we hebben nu 50 van die punten. We krijgen weer een 100 rated speler. Ja, en die kans, ik heb het al laten zien, is vrij klein dat je een 100 rated speler krijgt. Dus dat is wel nice. Maar ik ga even kijken bij de team of the years die ik nu heb gekregen. Of die eventueel zouden verkopen op de markt. Daar ben ik benieuwd naar. Bijvoorbeeld Pellegrini. Als ik jou wil verkopen, ja, er staan er meer dan 999 op de markt. Ja, dat gaat nooit lukken. En bijvoorbeeld jou, ook, ja, ook meer dan 900. Nee, oké. Okay. Amrabat, ja, kijk, nu kom ik er wel uit. nee, ook niet. Dit gaat nooit verkocht worden. Dus dat is een beetje jammer. We moeten wachten totdat het evenement een tijdje voorbij is. Want deze spelers verkopen niet. Maar we kunnen ze natuurlijk wel inruilen bij deze Team of the Year. Dus dat gaan we natuurlijk eventjes doen. We hebben er natuurlijk genoeg van deze spelers. Dus ik ben benieuwd. Snel toevoegen. Oh nee, dat hoeft niet. We kunnen nu inruilen. Ontgrendel. Dan ben ik benieuwd. We krijgen dus nu een 101 plus Team of the Year. Dan hoop ik wel dat het een beetje een goede is. En hij is precies 101. Trippier. Nou, dat is dan wel een Team of the Year die misschien dan nog verkoopt. Maar we kunnen nog eentje doen. We zijn nu toch nog bezig. Ik doe nu wel even allemaal van 99 rated. Die van 100 rated ga ik trouwens niet inruilen. Dus dit wordt de laatste. En dan kunnen we zo meteen even kijken of Trippier eventueel verkoopt. Maar dan hebben we volgens mij zelfs meer dan 20 team of the years gekregen. Volgens mij hebben we dan 21 gekregen als ik alles goed heb uitgerekend. Ja, maar ja, we hebben niet de hoeveelheid goede team of the years gekregen die ik in de vorige video wel had gekregen. Dus dat is een beetje jammer. We kunnen, ik weet leuk gemaakt, we kunnen zo meteen nog even één bonus openen met de FIFA punten die ik nu momenteel heb. Maar we krijgen de walkout. Let's go. Eindelijk weer een keertje. Portugal, CA, Chelsea. Dit is Felix dan. En die is 104 rated. Dus eindelijk een keertje een goeie. Let's go. Toch nog even de goede walkout team op die hier gekregen. Die animatie ziet er wel heel vet uit als je zo'n walkout krijgt. Hij heeft een waarde van 28 miljoen. Dus dat is wel nice. Dat is by far veel, maar dan ook veel beter dan de spelers die ik net heb ingeruild. We kunnen eens kijken op de markt. Stel, ik wil Felix verkopen. Zouden er genoeg mensen zijn die hem willen kopen?
En er staan er 300 op in totaal. Ja, dat is een beetje jammer. En ik ga hem zelf ook niet gebruiken, want hij is eigenlijk te slecht voor in mijn team. Nou, ik zet hem erop en ik zie wel of hij ooit verkoopt. Ja, kijk, ik heb vet veel goede team op die is hierop staan. Maar ik denk niet dat ze gaan verkopen. Nee, ik denk het niet. Maar weet je wat? We doen nog zo'n RL. We hebben Felix gekregen. We doen nog één laatste RL. Aangezien we nu toch zo'n goede team op die hier hadden gekregen. Kijk, die van 100 die zijn veel minder waard. Maar we doen wel even dubbelen. Ik heb deze toch allemaal dubbel. Dan doen we het op deze manier. Inruilen, laatste RL. En daarna gaan we nog één keer mijn FIFA-punten opmaken. En dan kunnen we nog een goede team op die hier krijgen. Maar we krijgen weer een walkout. De beste team op die is voor het laatst bewaard. Dit is Loris. Ja, inderdaad. Welke beoordeling had hij? Die had 103. Die heb ik trouwens ook al, zeg maar, als team of the year gekregen. Dus ik heb Loris ook gewoon nu dubbel. Maar die is 21 miljoen waard. En de keeper die ik nu momenteel in mijn team heb, die is 107 beoordeling. Dus Loris is gewoon minder dan de keeper die ik nu heb. Dus ik heb Loris niet nodig. Maar het is zeker weten wel een chille speler om natuurlijk te krijgen. Gewoon qua waarde sowieso meer dan die 3 spelers die ik net had. Of 4 die ik heb ingeruild. Dus dat is hartstikke mooi. Maar ja, we gaan nog eventjes de FIFA punten inruilen die ik nog heb. Dan moeten we even goed gaan nadenken hoe ik dat ga doen. We kunnen een elite pack openen. Dan krijgen we gegarandeerd je een van 103 of hoger. We krijgen 20 van die prime tokens. Maar we kunnen eventueel ook twee keer deze doen. Dan krijgen we twee keer een 101 rated speler. En de kans is best wel dat je dan nog betere krijgt. Hoe groot is die kans trouwens bij 103 wat je allemaal krijgt? Ja, je kan hier ook wel een 105 of 106 krijgen. Die kans is ook nog best wel aanwezig. Ah, zullen we doen? Oké, weet je wat? We doen gewoon één keer een hele grote. We hebben al heel veel team op die is gekregen. We doen één keer zo'n grote voor 1000 FIFA-punten. Dan ben ik heel benieuwd waar we deze video mee gaan afsluiten. Gegarandeerd 103 of hoger, maar het kan ook 105, 106. Jullie weten het. Het kan van alles zijn. Maar ik ben benieuwd. Ja, een walkout zou het natuurlijk sowieso zijn. Ik hoop dat het eentje is die ik kan gebruiken. Links, midden, Spurs. En dit is Spirit. Precies. 103 rated. En dat is wel een beetje jammer, want dat is het laagste wat ik kon krijgen. Ja. Ah, helaas, pindakaas. Nou, dat is natuurlijk de gok die je waagt. We hebben wat coupons gekregen. Hoeveel heb ik er? Ik heb er 200 in totaal. Kan ik eventueel misschien ooit weer hier eentje krijgen? Ga ik nu niet doen. Maar we gaan even kijken of Perisic eventueel wel verkocht kan worden. Nee, ook niet. Staan er ook echt 500 van op de markt. Er zijn er zoveel op de markt. Dat is echt abnormaal. En bijvoorbeeld hier, ja, Loris ook. Ja, ik kan ze gewoon allemaal niet verkopen. Hier ook meer dan 900. Ja, dit gaat nooit lukken om deze spelers te verkopen. Maar ja, ik heb ze wel op de markt staan. Als eentje verkoopt, dan zijn we in één keer wel vet veel monies rijker en vet veel coins. Maar ik vond het een mooie video. Uiteindelijk hebben we volgens mij 23 of 24 team op die is gekregen. Waar uiteindelijk ik wel eentje van heb gekocht. Maar de rest heb ik gekregen, dus dat is wel echt mooi. Maar ik laat het erbij. Ik bedank jullie voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check bouws.nl voor de Bouws Army kleding. Hoi.